Wendy van Dijk maakte dit jaar de overstap van RTL naar Talpa. Naar eigen zeggen was het uitbreiden van haar platform de belangrijkste reden, maar daar gelooft tv-criticus Angela de Jong niets van. Wendy zou het allemaal voor het geld doen. In haar nieuwe column voor het AD haalt Angela uit naar Wendy. Wendy stapte over omdat John de Mol haar platform tot grote hoogten zou stuwen. Nee joh, tv-sterren maken een lucratieve overstap naar de concurrent heus niet voor het geld, schrijft ze. Tegenwoordig is het ontwikkelen of uitbouwen van het eigen online platform de reden. Dat zinnetje stond afgelopen jaar keurig afgedrukt in menig transferbericht. De columnist haalt er ook een andere been erbij. Zo'n mededeling is even geloofwaardig als Gordon die weer eens van de daken schreeuwt dat hij nu echt zijn grote liefde heeft gevonden.